Ik zit hier bij Renger de Bruin. In de woonwijk Witte Vrouwen. In de woonwijk Witte Vrouwen, ja. Witte Vrouwen, is dat ook een adelnaam? Nou, indirect wel. Ja, precies. Het was dus een klooster voor adellijke nonnen. En, maar dat was dus net aan de rand van de stad binnen de muren. Ja. Dus waar je nu de Witte Vrouwenkade hebt. Daar stond dat klooster. Nou, dat is al lang gesloopt. Ja. En daar had je ook de Witte Vrouwenpoort. En deze wijk is dus naar de Witte Vrouwenpoort genoemd. Naar de Witte Vrouwenpoort. Okay. Ja. Dus het is indirect heeft het met adel te maken. De Witte Wieven. Ja. De Witte Wieven. Nou, dat is weer wat anders. Maar, ja. Maar Renger de Bruin, senior onderzoeker van de Universiteit Utrecht. Ja. Je hebt een boek geschreven. Adel en ridderschap in Utrecht. Ja. En het is een hele grote, dikke pil. Nou, het is wel fors geworden, ja. Het is fors geworden, met heel veel noten. Ja. Maar ook heel veel plaatjes. En heel veel plaatjes, dat is heel belangrijk. Het ziet er schitterend uit, Renger, maar de adel in Utrecht. Waarom moest daar een boek over geschreven worden? Nou, er was dus al een boek over adel en ridderschap in Gelderland. Dat is in 2013 verschenen. En toen wilde dus de adel de ridderschap in Utrecht. En die ridderschappen, dat zijn dus verenigingen van adellijke mensen, van edellieden in een provincie. En dat zijn dus edellieden die in zo'n provincie wonen of daar een band mee hebben. En die hebben daar nog verenigingen. En die hebben daar verenigingen, dus die komen uit de oude ridderschappen voort. Dus dat, die oude ridderschappen, dat was een deel van de staten. Yeah. En nou ja, goed, dat die, nadat dus de politieke rol van de ridderschappen in de wetgeving beëindigd was door Thorbecke, worden dat dus een soort privéverenigingen. Het worden particuliere verenigingen. Ja, want voor de duidelijkheid, de adel bestaat er eigenlijk niet meer? Jawel. Ja, zeker. Nee, dat is een er komt geen adel meer bij. Er komt geen adel meer bij. Maar de adel bestaat nog steeds. Er is zelfs een hele recente wet op de adeldom in 1994. Oké. Okay. Waarin dus de regels opnieuw zijn vastgelegd. Maar dus adel is gedefinieerd door koning Willem I in de jaren tussen 1814 en 1822. En toen werd er dus op grote schaal in de adelstand verheven. Dus, onder Willem I werd er dus oude families werden erkend, mensen met een buitenlandse titel werden ingelijfd en hij verhief op grote schaal, maakte die nieuwe adel. Om mensen aan zich te binden. Ja, om mensen aan zich te binden. Maar dus doordat Nederland een republiek was geweest in de 17e en 18e eeuw, was er geen adel meer bijgekomen. En toen fuseerde Nederland met België, het Verenigd Koninkrijk. En in België had je heel veel adel om dat een beetje gelijk te trekken. Heeft hij dus gewoon in Noord-Nederland heel veel adel gecreëerd. En, nou, dat, ja? Ja, is dat vriendjespolitiek geweest? Nou, want je zegt om zich aan zich te binden. Ja, nou ja, voor mensen met geld. Ja, mensen met geld. Die kochten natuurlijk ook wel. Die legden natuurlijk ook wel in bij de Nederlandse handelsmaatschappij. En overigens was zo'n aanvraagprocedure ook niet goekoop. Nee. De familie Martens van Zevenhoven betaalde 2900 gulden in 1829. Dat was natuurlijk best wel geld. Maar als je erbij zat, dan kreeg je privileges. Ja. Dat, dus tot de wetgeving van Thorbecke had je dus als lid van de adel mocht je dus in die ridderschap stemmen voor 1/3 van de provinciale staten. Je had heerlijke rechten op het platteland. Nou, die formele rechten zijn dus door Thorbecke afgeschaft. Ja. Maar de feitelijke positie blijft natuurlijk sterk en er is veel prestige. En die adelsverheffingen zijn tot 1939 doorgegaan. Dat bedoel ik. Het kwam minder vaak voor dan onder Willem I, maar dus onder Wilhelmina zijn er dus ook nog mensen, zijn er dus mensen in de adelstand verheven. Of ja. Is er adeldom verleend, was dus de officiële benaming. Maar toen zijn ze dus na de Tweede Wereldoorlog, nou ja, door de bezetting hield dat natuurlijk meteen op. Ja. En na 1945 hadden ze eerst wel even wat anders aan hun hoofd. Maar toen zijn ze dus in 1953, heeft het kabinet Drees besloten om ermee op te houden met die adelsverheffingen. Drees was een socialist. Ja, en de minister van Binnenlandse Zaken, Beel, die voelde er ook niet veel voor. Nou ja, goed, en Juliana was ook niet zo'n enthousiast voor adel als haar voorgeslacht. Dus toen is het kabinet Drees is daarmee gestopt.
Maar dat was dus alleen maar een kabinetsbesluit. Dus in de grondwet stond nog steeds, de koning verleent adeldom. En dat is dus, toen zijn er dus in de jaren 50 en 60, zelfs in de jaren 70, zijn er nog pogingen gedaan om dat weer op te starten. Ja. En toen na de abdicatie van Juliana, toen was er dus nog een CDA-kamerlid, die zei van nou, Beatrix denkt er misschien anders over, laten we het proberen om het weer op te starten. Maar toen is het in 1983 uit de grondwet geschrapt, dat de koning adeldom verleent. Okay. En toen heeft het dus nog 11 jaar geduurd voordat er een nieuwe wet was. En die wet houdt alleen de mogelijkheid van erkenning en inlijving over. Dus bijvoorbeeld inlijving is dus een buitenlandse adelstitel. Minister Ollongren, die de vader, is in 2003, die had een Finse adelstitel. En die is dus in 2003 nog ingelijfd. Wow. En er is vorig jaar nog iemand die bleek van oude adellijke afkomst te zijn. En er is iemand in Drenthe die is nog erkend. Dus dat, maar verheffen, dat komt dus niet meer voor. Maar, zo bijvoorbeeld, het is niet zoals in Duitsland of in Oostenrijk, waar dus adel officieel is afgeschaft. In Nederland is de adel gebleven, alleen daar komt niet meer bij. Zoals bijvoorbeeld wat in België of in Engeland wel het geval is. He, bijvoorbeeld in België en in het Verenigd Koninkrijk heb je dus zowel erfelijk adeldom als persoonlijk adeldom. Bijvoorbeeld Eddie Merckx is dus baron geworden, maar dan alleen als persoonlijke titel. Dus zijn zoon Axel is dus geen baron. Nou ja, en die fietst niet goed genoeg om zelf op basis van wielrennen een adelstitel te krijgen. En je ziet in Engeland ook nog altijd veel van dat soort adelen. Nou ja, afgelopen zaterdag konden we het zien. Hè? Dat werd weer, ja, maar de mensen worden daar ook nog steeds in adel verheven. Ja. Daar wel. Ja. En daar wordt nog steeds ook een deel van de regering gekozen door. Nee, dat is het Hogerhuis. Het Hogerhuis, ja. Maar dat is niet de regering. Nee, maar het Hogerhuis. Dat, ja. En die heeft invloed. Ja. Maar daar is veel kritiek op. Ja. Maar laten we niet te ver weg gaan. Want jij hebt een boek geschreven over de adel in Utrecht. Ja. Niet alleen in de stad Utrecht, de provincie Utrecht. Ja. Nee, en zelfs nog wel iets breder, want dat was natuurlijk lastig om de geografische eenheid precies af te bakenen. Ik ben dus wel ongeveer uitgegaan van de huidige provincie. Maar die provinciegrenzen die zijn dus steeds aan het wisselen geweest. Dus bijvoorbeeld Vianen hoorde dus pas sinds 2003 bij de provincie Utrecht. Maar het was dus tot 1795 een zelfstandig landje. Maar wel heel sterk op Utrecht georiënteerd. Dus ik heb Vianen en IJsselstein wel meegenomen in het verhaal. Ja, dus duidelijk. Nou. Ja. Wanneer begint de adel? Ja, nou ja, daar heb ik dus een citaat over. Dat is dus heel lastig hoe het begint. Dus ik begin dus dat het beginhoofdstuk. Begin ik met het. De oorsprong van de Utrechtse adel onttrekt zich aan ons oog als een bosrand op de heuvelrug tijdens een herfstige mistige zonsopgang in de herfst. Het begint wel heel. Het begint heel vaag. Vaag, ja. Nou, kijk, wat is dus. Dus ik begin dus met de komst van Willibrord. En ik begin met de komst van Willibrord. En dan blik ik even terug naar welke samenleving die aantreft. En dan kom ik met grafvondsten op de Utrechtse Heuvelrug, maar bijvoorbeeld hier ook op het Pieterskerkhof en in Leidse Rijn, die wijzen op een erfelijke elite vanaf de 5e eeuw. Dus de brug naar de Romeinen die is archeologisch nog zo onduidelijk. Ja. Dat, ja, kijk, je kunt uiteindelijk teruggaan naar de oude steentijd. Om te zien van toch een zich continu ontwikkelende erfelijke elite, dan kun je vanaf de 5e eeuw wel zo'n lijn trekken. Ik vind dat trouwens een mooie omschrijving. Erfelijke elite, dat is de adel. Dat is adel. Mensen die de elite vormen boven anderen uit. Op basis van geboorte. Macht en geld. Maar op basis van geboorte. En op basis van geboorte. Ja, want kijk, dat is natuurlijk. Je hebt natuurlijk allerlei vormen van elites. Hey, kijk, Elon Musk maakt natuurlijk ook deel uit van een elite.
Ja. En John de Mol. Maar die elite die waar je het over hebt, rond het 500, het jaar 500 begint dat dan al. Die gingen zich dus onderscheiden. Ja. Door zich. Ja. En je ziet dat het dus een. Kijk, je hebt dus voor die periode heb je dus nog niet schriftelijke bronnen waarbij je echt stambomen kunt opstellen. Maar wat bijvoorbeeld een indicatie is voor erfelijke elite in die hele vroege periode, is bijvoorbeeld het in 1980 gevonden kindergraf op het Pieterskerkhof. Waarbij dus kinderen al dure graffondsten meekrijgen. Ja. En je ziet bijvoorbeeld ook in graffondsten op de. Bij Rhenen en bij Leersum. In de vroege middeleeuwen. Zie je dus wel. Hemmerden, Donderberg. Daar zie je dus al wel. Generaties. In die graven. Dat je zegt van nou ja goed. Hier is dus toch sprake van een erfelijke elite. Maar dus een juridisch. Waterdichte definitie van adel heb je dus pas onder koning Willem I. Ja. Dus in de loop van de geschiedenis wordt het dus steeds duidelijker wat adel is en ook vooral wie erbij hoort en wie niet. Het is dus wat we... Maar het is een elite die zich wel onderscheidt doordat ze zich ze gaan wapens maken voor zichzelf. Ja, nou ja, de jacht is bijvoorbeeld ook de jacht als voorrecht. Dus ze gaan zich anders kleden, ze wonen anders. Ja. He, dus er zijn dus ook al wel, ik citeer dan, er is ook een literatuur over de Frankische elite, dus zeg 6e, 7e eeuw, dat er dus ook vondsten elders in het Frankische Rijk, dus in het huidige Frankrijk, dat je daar dus ook al ziet van er is dus een groep die zich anders kleedt, he, bijvoorbeeld, dat zie je dus, er zijn hele kleine lapjes textiel gevonden, maar vooral die mantelspelden, die fibula's, is duidelijk een onderscheidingsteken. Precies. Dus ja. Nou ja, goed, wat dus met de term distinctie wordt aangeduid. Nou ja, goed, Franse socioloog Bourdieu, die ik ook nog wel eens citeer, die heeft zich daar dus ook mee bezig gehouden met adel in die distinctie. Ja. Nou ja, goed, smaak. Maar als het dus inderdaad een elite is, vanuit geboorte ook, ja. Het is dus ook vooral een mannenzaken. Ja, het wordt via de mannelijke lijn doorgegeven, maar... Vrouwen zijn daar dus niet onbelangrijk in, zoals bijvoorbeeld als je dus in Gelderland, maar dat geldt ook voor de Duitse orde, om daar te kunnen toetreden, moet je moeder en ook je grootmoeders moeten van adel zijn. Oh, ja. En als jij dus als edelman trouwt met een niet-adellijke vrouw, dan disqualificeer je je. Je zonen voor de Duitse orde. Maar dat gold in Gelderland ook. Dat was in Utrecht overigens niet zo. In Utrecht kon je dus als lid van de ridderschap... kon je met een niet-adellijke vrouw trouwen... en dan kon je zoon toch gewoon in de ridderschap komen. Ja. Dus bijvoorbeeld zowel de vader als de grootvader van Belle van Zuilen... die waren getrouwd met een niet-adellijke vrouw. Wel heel rijk, Amsterdam... Maar haar grootvader was dus ook lid van de Duitse orde, maar haar vader kon geen lid worden van de Duitse orde, maar wel lid van de ridderschap van Utrecht. En haar broer, die omdat Bella de moeder ook niet van adel was, kon haar broer dus ook belangrijk lid worden van de ridderschap. Oké. Okay. Wanneer kunnen we spreken over dat jij hebt gevonden welke familie Als een van de eerste edelen in de geschriften staat. Nou, dat is dus de heilige Lutger. Hier uit Zuilen? Hier uit Zuilen. Ja. Dus zijn grootvader Wursing kun je eigenlijk als de eerste met name genoemde Utrechtse edelman kwalificeren. Alleen bestond de... geografische eenheid. Zoals Utrecht we dat nog niet... nu omschrijven. Ja, zoals we dat nu omschrijven. Als zegt de regio Utrecht. Hè, kijk, de stad Utrecht bestond al wel. Als kleine bisschoppelijke zetel. Hè, dus, die jonge Lutger is dus naar de kloosterschool in Utrecht gebracht. Gregorius, naar wie de school genoemd is. En daar heeft hij vermoedelijk de oude Bonifatius nog leren kennen. En dus die vader en die
grootvader van Lutger, dat waren dus, of Lutger of Lutgerus. Dat was zo'n elite. Dat was zo'n elite. En ik heb bijvoorbeeld ook in het boek zelf, dus er staat ook, kijken hoor, of ik hem ergens zo snel kan vinden. Maar ik heb dus zelf een fotootje gemaakt van het... van de graftombe van Lutger. Ja. Overleden in 809. Ja, en die is in Billerbeck overleden. Hij was bisschop van Münster. En hij is dus in een klooster in Essen begraven. Wij kennen hem hier in Utrecht nog wel eens van de Lutgeruskerk. Ja, van de Amsterdamse straatweg. Ja, de Amsterdamse straatweg, ja. Nou ja, en je hebt ook nog die school waar wij toen ook... nog hebben gestaan vlakbij die reconstructie van het Utrechtse schip. Oh ja, 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 ja precies. De Legerenschool, allemaal herinneringen. Ja, allemaal herinneringen van jou. Want hij had ook een schat, toch? Hij had nog iets met de Dom, er was zo'n expositie geweest over de Domschatten. Ja, van Münster, ja, precies, in het Katerijnenconvent. Ja. Ja. Maar dat is de oudste. Maar hier, jij hebt hem beschreven als een van de eerste edelen in Utrecht. Nou ja, als de eerste die we met naam kennen. Ja, ja. Want het grappige is wel, want ik wou nog tegen je zeggen, want Utrecht is toch vooral een bisschopstad geweest. Ja. Maar die bisschoppen waren ook elite. Waren ook voor zover wij dus de afkomst van de bisschoppen weten, waren ze dus allemaal van adel. Ja. Dus Willibrord kwam uit een Engelse adellijke familie. Dus die bisschoppen waren geen van alle van de straat. Nee, zeker niet. En de laatste bisschop van Utrecht in 1580 was Schenk van Toutenburg. Die kwam dus uit Overijssel en daarvoor was het dus een Beiers adellijk geslacht. Als je het over die middeleeuwen hebt, was de adel in Utrecht van belang in Nederland? In de Nederlanden, zoals ze toen nog heette? Ja, ja, kijk, de adel was natuurlijk toch de dominante maatschappelijke groep. Zeker in de 13e eeuw, als dan die ridderschap opkomt, dan bepalen ze eigenlijk... De ridderschap, en dat is vooral met de kruisvaart? Het heeft ook met de kruistochten te maken, dus het begrip ridder. Dus als die, wat oorspronkelijk alleen maar ruiter betekent, maar dus dat wordt dan strijder te paard en dat gaat, vloeit samen met de adel. Dat is wel een heel ingewikkeld proces wat ik probeer zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dan zie je dus dat wat we net al zeiden, de bisschoppen waren dus, en hadden allemaal een adellijke afkomst, maar bijvoorbeeld ook die kanunniken van de Dom en de Jans en zo, die hadden dus ook rijke jongens, toch? Die hadden dus ook vaak een adellijke afkomst, niet altijd. Maar ook de stadsbestuurders vormden ook daar gebruik ik de term stadsadel voor. Dus in de middeleeuwen zie je dus dat de adel dominant is, maar die dominantie is niet altijd omstreden. Je hebt bijvoorbeeld de Gilderevolutie van 1304. Dat er dus de gilden in opstand komen met Vlaamse steun. En dan dus die invloed van die stadsadel sterk terugdringt. Ja, dan krijgen we iets meer democratie in de stad. Ja, dat is toch een soort democratie. Want dus de raad werd gekozen door de gilden. Ja, voor het eerst. Ja, dus dat was... maar goed, dan zie je dus ook wel weer dat adellijke jongens lid worden van het gilde. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een hele chique meneer Borre van Amerongen in het boek, die daar dus lid wordt van het pelswerkers gilde. En die meneer met een hele dikke bondkraag. Maar ze waren wel van belang. Ja, ja. Maar dus dat wisten we ook allemaal wel, al heel lang. En adel werd ook gezien als iets middeleeuws. Maar wat... Het bijzondere is van het onderzoek uit de laatste 30, 40 jaar, 50 jaar misschien. En wat hier ook voor Utrecht wordt samengevat, is dat adel ook na de middeleeuwen belangrijk blijft. Dus de adel versterkt zelfs zijn positie in de 16e eeuw. De adel is de grote overwinnaar van de 80-jarige oorlog. Kijk. Van de opstand tegen Spanje. En dan zie je dus dat de adel een klap krijgt in 1795 met de Bataafse Revolutie. Dan wordt adel zelfs officieel afgeschaft. Maar dan als de Fransen weg zijn, of onder Napoleon begint er dus alweer, en Lodewijk Napoleon beginnen alweer met
Met een eigen adel en dan onder Willem I. Dan komt de adel helemaal terug en is. En komt zelfs versterkt terug. Ja. En dan zie je dus dat. In 18, dat is rond 1848, 1850, door Thorbecke worden allerlei voorrechten afgeschaft. Maar de feitelijke positie van de adel blijft heel sterk. En dat is zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog het geval. Je ziet dan dus ook dat, ik heb ook al wat van die tabelletjes over adellijke burgemeesters. En nou ja, de commissarissen van de koning, van de koningin tussen 1850 en 1940. Die waren allemaal van de adel. Bijna allemaal van de adel. Dus dat waren toch eigenlijk politieke benoemingen met vriendjespolitiek? Of, Nou ja, men vond dat gewoon eigenlijk een soort van zelfsprekende achtergrond. Kijk, goed, het is nu pas sinds een aantal jaren dat er dus de staten echt een soort. En de gemeente hadden een soort bindend profiel opgesteld. Dus de commissarissen van de koningin en van de koning waren tot zeg 30 jaar geleden politieke benoemingen. Ja, maar waren wel heel vaak toevallig mensen van adel. Nou, dat was, ja, was het. Want hoe heette hij ook alweer, een van de laatste die van adel was? Belaerts van Blokland. Belaerts van Blokland, precies. Ja, dat was er tot 1997, ja. Dat staat ook in dat laatste hoofdstuk. Dat is tot 1997 zijn dus de meeste commissarissen van adel. Ja. Tot 1997. Ja, bijzonder. Hey, even terug naar die middeleeuwen. Je hebt het over de ridders gehad. Ja. De adel in mijn beeld, en ik ben bevooroordeeld. Ik denk altijd, het zijn een beetje mensen met een heleboel, elite, met een heleboel geld. En ze verdienen over de rug van een ander. Maar zij moesten ook ridders zijn. Ja. En gingen dus op die kruistochten. Nou ja, kijk. Deden ze dat in Utrecht ook? Ja. Er zijn ook Utrechters op kruistocht geweest. En ook mensen bijvoorbeeld, daar. Bijvoorbeeld ook in. Zelfs de bisschop van Utrecht. Otto van Liepe, die is dus meegeweest op de vijfde kruistocht. Ja. En dan heb je dus ook. Maar ze sleept een heleboel jongens mee die allemaal zijn omgekomen. Hebben zij het allemaal overleefd? Of? Nee, ze hebben het niet allemaal overleefd. Nee. En er zijn toen ook. Maar de grootste slachting was ook die Otto van Lippe, die Utrechtse bisschop, die heeft dus het Midden-Oosten overleefd. Maar hij is dus in het Drentse moeras is die dus omgekomen. Is hij dus verdronken? Nee, dus de Drenten hebben hem gewoon het veen ingeslagen. Oh. En hem zelfs gescalpeerd. Daar in het sticht. Toversticht. Ja. Dus hij wilde daar dus de burggraaf van Coevorden worden, wilde die onderwerpen. En die kreeg steun van Drentse boeren. En die sloegen ze. Nou, zijn echt dus de molen had hij verslagen. En, Nou ja, die vijfde kruistocht was ook niet zo'n succes. Maar. Nee. Oké. Okay. Hey, ze golden dus in de middeleeuwen als de vechtende stand. Dus je ziet een middeleeuws leger bestaat. In ieder geval, als je het dus over de 11e, 12e, 13e eeuw hebt. Bestaat zo'n leger uit gepantserde ruiters die het gevecht leveren. En dus een infanterie speelt maar alleen een ondersteunende rol. Dat zijn ze dus niet het kanonnenvlees van later. Maar die staan een beetje te roepen en stenen te gooien. En die verlenen ondersteuning. Nou ja, die slag bij Ane in 1227, dat was natuurlijk een uitzondering. Dat dus zo'n ridderleger, doordat ze dus gewoon een beetje dom omgingen met dat moerassige terrein, dat ze dus gewoon wegzakken in het moeras. Maar de grote klap voor de ridders komt dan in 1302 met de Gulden Sporenslag bij Kortrijk, dat die Vlamingen, die gaan dus met pieken en met kruisbogen. En dan schieten ze die paarden dood. Klepje op, dolk erin. En toen bleek dat ze heel kwetsbaar waren. En toen waren ze heel kwetsbaar. En voor die tijd vielen er dus relatief weinig doden. Want zo'n ridder was namelijk gewoon heel veel waard. Als je hem gevangen nam, kon je dus losgeld eisen. En dat was dus voor die ridders ook een. Kijk, ze behoorden natuurlijk wel. Ze hadden natuurlijk een heel rijk grondbezit en ook veel inkomen daaruit. Maar aan de andere kant waren de uitgaven ook heel hoog. En als zo'n ridder de pech had om gevangen genomen te worden, dan moest dus de familie losgeld ophoesten. En dat was een behoorlijke aanslag op het familiekapitaal. Is dat in Utrecht gebeurd? Er zijn dus ook wel Utrechters die bijvoorbeeld bij de slag bij Zierikzee in 1304, toen werd dus ook zelfs de bisschop gevangen genomen. De bisschop van Utrecht? Ja. En hoeveel leverde dat dan op?
Dan heb je het dus over, naar huidige, heb je het over miljoenen losgeld. Dus dat was echt de prijs van een kasteel. En wat ook weer heel veel geld kostte voor die ridders, was dus, als ze in opstand kwamen tegen de bisschop, en de bisschop, zoals die man die in 1304 gevangen werd genomen, toen hij weer vrij kwam, heeft hij dus ook die Utrechtse ridders aangepakt. En kasteel Gooien bij Houten heeft hij dus gewoon echt, schreef ze, tot de grond toe geraseerd. Kijk, geraseerd. Geraseerd. Die heeft even wraak genomen. Ja, heeft gewoon even het hele kasteel gesloopt. Wij hebben altijd een beetje, ik ben opgegroeid met Ivanhoe en dat soort beelden over ridders. Hadden wij zo'n beeld hier ook? Ik heb wel begrepen dat de Neude. Er zijn wel riddertoernooien. Ja, op 10 september 1441 is daar een gigantisch toernooi geweest. En dat werd dus door een lid van de familie van Zuilen werd dat georganiseerd, Jacob van Gaasbeek. En die dat eigenlijk helemaal niet kon betalen. Nou, dus die adel kwam vaak gigantisch in de schuld. Ja. Karrenvrachten zand heeft hij naar de Neude laten brengen, allemaal tribunes laten bouwen, buitenlandse gasten uitgenodigd. En dat is dus een... En dat werd een riddertoernooi. Dat was een riddertoernooi. En die riddertoernooien die komen oorspronkelijk gewoon voort uit de training voor het gevecht. Maar dat wordt eigenlijk steeds meer een soort sport, een soort show. Nou ja, goed, ergens in het boek staat dus ook wel een... ik weet niet of je dat ook tegen bent gekomen, maar er staat dus ook ergens een... Nou ja, dit is bijvoorbeeld ook een latere weergave van dat riddertoernooi op de schouw in Slots in Kasteel de Haar. Is dat riddertoernooi op de Neude, maar dat schilderij bestaat inmiddels niet meer, want het is overgeschilderd. Maar hier heb je bijvoorbeeld zo'n plaatje van een riddertoernooi. Ja, nee, dit is... Nee, maar ik geloof het wel. Jij gelooft het wel. Ja. Maar was dat tegelijkertijd ook een... wat je zegt van die meneer van Zuilen, die had eigenlijk geen geld ervoor. Ja, maar was het ook een manier om de adel even toch bij elkaar te brengen? Ja, en gewoon laten zien... Hoe rijk ben ik. Ja. Maar als je heel goed was in als toernooivechter, dan kon je daar dus ook flink aan verdienen. Dus er waren grote prijzen. En tijdens zo'n toernooi kon je ook weer mensen gevangen nemen. Oh. En die moesten zich dan ook weer vrijkopen. Hé, maar hadden wij een soort Ivanhoe? Die bekend is geworden? Had die familie van Zuilen een goede vertegenwoordiger? Ja, je bedoelt die Jacob van Gaasbeek. Die zag zichzelf wel als zodanig. Ja, die kon goed... Maar die toernooien waren echt bepaald niet ongevaarlijk. Hè? Zoals de Hollandse graaf Floris de Vierde is er bijvoorbeeld bij omgekomen. Ja. De grootvader van Floris de Vijfde. Hier in Utrecht? Of, nee, in Frankrijk. Oké. Ja. Nou, dat is toch wel apart. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld, je had dus die broer van de oom van Jacob van Gaasbeek, Willem van Apkoude, die het Bartholomeus gasthuis heeft gesticht. Dat was wel een soort Utrechtse Ivanhoe die zelfs aan de Oostzee heeft gevochten. Kijk, dat willen we graag horen. En die was succesvol. Die was succesvol. Dat was en die had ontzettend veel macht. Ook heel veel gebieden. Ja, dus Apkoude, wijkbeduursteden. Maar ja, die had dus de pech dat dus zijn zoons die waren voor hem al overleden. Dus had hij alleen nog maar een dochter als erfgenaam. Maar die zat al in het klooster in wijkbeduursteden. En die was getrouwd geweest met Jan van Brederode. Daar heeft dus Frits van Oostrom een aantal jaren geleden dat boek over geschreven, Nobel Streven. Nee. Nou ja, die... En dan houdt zo'n lijn op. Dan houdt zo'n lijn op. En toen is uiteindelijk heeft de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, die heeft dus bepaald dat neefje, die Jacob van Gaasbeek, die erfenis zou krijgen. En dan begint er weer een nieuwe lijn? Ja, alleen die zette niet door. Want die Jacob van Gaasbeek, die vond dat zijn zoon niet redelijk genoeg te paard zat. En die heeft hem dus met een keihard met een paardentuig geslagen. En dat heeft die jongen niet overleefd. Het ging er wel hard aan toe bij die adel, hè? Ja. Ja. Dus, maar jij beschrijft ook dat Utrecht heeft heel veel adel gekend. Ja. Alleen er zijn er dus heel veel verdwenen. Ja, maar ja, je ziet dus een voortdurend opkomen en verdwijnen van families.
En dat verdwijnen kan als gevolg zijn van uitsterven. Ja, als je je enige zoon met een paardentuig mept, dan sterft die tak uit. Je hebt ook families die uit het gebied verdwijnen. En zo bijvoorbeeld na de moord op Floris de Vijfde, dan zie je dus dat de families van Gooien, van Woerden en van Amstel, die moeten vluchten. Dus die komen dan in Brabant terecht. Allemaal die we nog wel uit de geografie dus kennen. Het Gooi, Woerden, Amstel. Ja, zij noemden zich dus ook naar een kasteel. Ja. He, want dat is dus die families, die familienamen. Nou ja, officieel bestaat dat natuurlijk pas sinds is dat vastgelegd in de burgerlijke stand van 1811. Maar je ziet dus dat de adel ook vanwege dat erfelijke element als eerste met familienamen komen. En eigenlijk al die familienamen die komen van kastelen. En je hebt dus bijvoorbeeld van Amstel, van Woerden. Maar dus bijvoorbeeld Van Zuilen, dat komt dus oorspronkelijk uit Zoelen. Dat is een plaatsje wat door de Rijn is verzwolgen in de buurt van Kleef. En dan komen ze hier naartoe. Maar dus de enige middeleeuwse familie die we nog steeds hier hebben, dat is dus van Hardenbroek. En dus, die zijn dus genoemd naar het kasteel Hardenbroek. Waar is dat? Dat zit bij Werkhoven. Mm-hmm. En die familie is er nog steeds? Die familie is er nog steeds. Die is ook in de huidige ridderschap vertegenwoordigd. En de stiefzoon van de laatste van een van Hardenbroek, die woont nog steeds op kasteel Hardenbroek. En die maakt zich nog steeds in die lijn? Die zit, zijn moeder was getrouwd met die van Hardenbroek. En hij is de zoon, dat was haar tweede huwelijk. En hij is de zoon uit het eerste huwelijk van zijn moeder. Mm. Maar goed, er zijn ook nog echt mensen die van Hardenbroek heten. Die wonen dan niet op het kasteel. Maar dat gaat dus terug naar de 14e eeuw. En dat was alweer een zijtak van de Sterkenburgen. En de Sterkenburgen waren weer een zijtak van de Van Wulvens uit Houten. En de eerste Van Wulven, die wordt genoemd, dan heb je het over 1196. Maar dus al die andere takken van Wulven zijn dus uitgestorven. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld de Van Zuilens, al die takken die sterven ook uit. Alleen dus één tak die was katholiek gebleven en die is naar de Spaanse Nederlanden gegaan. Altijd in België geweest. En die hebben toen de ruïne de Haar geërfd. Nou ja, die trouwt dus met Rothschild en gaat dus die ruïne tot een sprookjeskasteel met modern comfort laten opmetselen. Ja. Maar dus die laatste Van Zuilen, die is weer 12 jaar geleden overleden. Dus dat is, die heeft alleen maar dochters die ruzie met elkaar maken. Maar dat is dan ook weer voorbij. Kasteel de Haar. Ja, maar er zit in België zitten er dus nog steeds Van Zuilens. En dus nu bij de boekpresentatie aanstaande zaterdag zullen er dus ook een aantal van die Belgische Van Zuilens zijn. Want even voor de duidelijkheid, de Slotzuilen heeft niet met die familie te maken. Ja, wel, maar alleen dat is al in de late 14e, vroege 15e, zo rond 1400 is dat al uit de familie gegaan. Ja, dus de verzuilers die jij nu noemde, die zijn dus in kasteel De Haar terechtgekomen. Ja, je had dus de tak De Haar, je had de tak Nijenveld, je had de tak Natewis. Ja. Dus die zuilens die zijn dus heel verspreid over een groot aantal takken. En je hebt dan dus nu nog die tak van Zuilen van Nijenveld in België. En dan heb je dus ook nog een andere familie van Zuilen van Nijenveld, maar dat is een bastaardtak. Nog een bastaardtak. Maar degene, de kasteel De Haar heeft nog steeds een deel van het kasteel, want het kasteel is museum. Is museum geworden, maar een deel van het kasteel mag nog steeds door de familie van Zuilen. Ja, gedurende één maand. Eén maand, en dus die familie die is er nog wel al. Ja, maar dat zijn dus dochters, hè? Die dochters, dus dat eindigt. Dat eindigt. Ja, ja, ja. Daar ligt die link met de Rothschild, hè? Ja, want mooie naam als je het ja, hebt. Want dus de overgrootvader van deze meisjes, nou ja, dus die zijn er dus vier zussen uit het eerste huwelijk van de laatste baron en één uit zijn derde huwelijk. Mm-hmm. En die uit het derde huwelijk die is een jaar of 30. En die haar halfzussen zijn dus zo rond 60. Maar dus hun overgrootvader, dat was dus die Etienne, die met Rothschild getrouwd is. Nou ja, in Frankrijk, geloof ik. In Frankrijk. Ja. En hij was vermogend.
De Rothschild. Om het zacht uit te drukken. Dat is, ja, een van de rijkste mensen ter wereld toen. Dat was echt. Nee, want bijvoorbeeld de familie, dus zijn. Dus de zoon van die Etienne, dus zijn oudste zoon is bij een auto-ongeluk omgekomen. En die zoon van Etienne, Egmond, die was in Belgische diplomatieke dienst. Maar dus die hebben dus in de Tweede Wereldoorlog zaten ze dus in New York. En daar hebben ze dus tijdens de hele oorlog een etage van het Waldorf Astoria bewoond. Dat konden ze zich dus permitteren. Hey. Als je het over de laatste 100 jaar hebt, wat zijn dan de beroemdste namen, die adel? Nou ja, je hebt dus deze families van Zuilen dan? Ik zal hem even zacht zetten. Dan heb je de belangrijkste families eigenlijk al van de laatste 250 jaar, is van Touw van Seeroskerken. En die zijn dus eigenlijk, blijven eigenlijk belangrijk. Nou ja, je hebt dus tussen, dat is van Slot Zuilen. Dat is van Slot Zuilen. Ja. En die hebben dus Slot Zuilen rond 1670 in handen gekregen. En dat is dus echt de belangrijkste familie. Dus je ziet dan, nou ja, je hebt natuurlijk tussen 1970 en 1974 nog een Utrechtse burgemeester van Touw van Seeroskerken gehad. Voor de oorlog en net na de oorlog een gedeputeerde van Touw van Seeroskerken. Dus dat is de belangrijkste familie. Daarnaast is natuurlijk de familie van Linde van Sandenburg heel belangrijk. Die heeft 2 commissarissen geleverd. Dus dat zijn eigenlijk wel de 2 beroemdste families. Nou, je hebt natuurlijk ook de familie van As van Wijk, die niet onbelangrijk is. Die natuurlijk een Utrechtse burgemeester, naar wie de brug en de kade is genoemd. En die dus ook de familie van As van Wijk speelde, dus ook een hele belangrijke rol in de 19e eeuw bij de opbouw van de anti-revolutionaire partij. En later de CHU. Ja. Familie de Beaufort is natuurlijk wel een hele belangrijke familie. Ja. Dus die is ook heel wijd vertakt. De Beaufort, waar zaten die? De Treek bij Leusden. De Treek bij Leusden. En aan de Langbroeke Wetering hadden ze dus bijvoorbeeld de buitenplaats Levenburg en Molenstein. En Beaufort, die kennen we toch vooral nog vanwege die autocureur? Ja, dat was dus Gaudin de Beaufort. Dat was dus, die was rond 1960 was die dus een belangrijke Formule 1 coureur. En die heeft zich dus in 1964 op de Nürburgring doodgereden. Ja, weer een eind aan de lijn, of? Nou ja, en daar heb je dus de. Dat is inderdaad, want zijn zus, dat was zijn manager. En hij had verder geen broer, alleen een oudere zus. En dat was zijn manager en die heeft dus het kasteel Maarsbergen geërfd. En zij is pas overleden. Dat kon ik in de tekst nog net wijzigen. En dus haar schoonzoon is die, samen met haar dochter. Dus die schoonzoon, dat is Maurits van der Goes. Nou ja, die twee besturen dus nu het landgoed. Maar dus de oude mevrouw was nog heel fit. Want dus naar aanleiding van dit boek wordt er dus ook een documentaire gemaakt. En die documentairemaker, die heeft haar nog gesproken. Oh, leuk. Die kwam. Toen vertelde ik hem dat zij overleden was. Hij zei, is zij overleden? Nee, die was nog hartstikke fit. Die heeft mij 3 weken geleden nog tegengebracht. Hé, hey, de adel. Elite. Ja. Geld. Macht. In de na de middeleeuwen en de opkomst van de VOC en veel geld. Het is onvermijdelijk. Waren er ook fouten? Ah ja, ik bedoel dan als het gaat over slavernij, nou ja, kijk, en geld verdienen. Nou ja, kijk, vanuit huidig perspectief werd er natuurlijk geld verdiend op een manier zoals wij dat natuurlijk niet goed zouden vinden. Je hebt inderdaad een aantal adellijke families die aandelen in plantages hadden. Die discussie is natuurlijk geweest over de familie van Touw van Seeroskerken. Daar heeft Slot Zuilen een paar jaar geleden tentoonstelling over gemaakt. Maar ze bijvoorbeeld ook de zoon van de man op de voorkant, de Godard van Reden van Ginkel. Nou, zijn zoon Reinhard van Reden Ginkel, die had bijvoorbeeld goed renderende aandelen in plantages in wat nu het land Guyana is, in Berbice.
Goed, hij had ook scheepsaandelen. Die had een Martens van Zevenhoven. Daar hebben we een aantal jaren geleden heeft iemand zijn hele nalatenschap uitgeplozen. Die had dus in 1861, dus 2 jaar voor de afschaffing van de slavernij, had die Surinaamse plantageaandelen. Dus ja, maar goed, dat is dus niet exclusief iets voor de adel wat hadden. Ja, en voor de rest, ja, kijk natuurlijk. De arbeidsvraag. Maar zij zaten ook in die business. Het was geld. Ja, heel veel kijk, geld en je hebt natuurlijk ook de arbeidsomstandigheden in die, op die adellijke landgoeden waren ook niet conform hedendaagse arbo-normen. Nee, maar er werd heel veel geld mee verdiend. Ja. Maar moet je daar natuurlijk wel even over de rijkdom van de adel tegenover behoorlijke inkomsten stond natuurlijk ook zeer forse uitgaven. We hebben het natuurlijk over het middeleeuwen gehad met losgelden, bewapening, maar later zie je natuurlijk ook, ik ben dus nu met een onderzoek bezig naar leden van de Duitse orde als officieren in het Nederlandse leger. Die moesten ze natuurlijk ook wel, bijvoorbeeld zo'n legereenheid, ze kregen natuurlijk uiteindelijk wel een hoop geld als salaris voor dat officier zijn, maar ze moesten ook allerlei dingen voorfinancieren. En je ziet bijvoorbeeld in perioden dat de inkomsten voor de adel teruglopen. En je hebt bijvoorbeeld tussen 1650 en 1750 is er sprake geweest van een langdurige landbouwcrisis, waardoor de pachtinkomsten sterk terugliepen. Na 1750 gaat het weer stukken beter. Maar dan zie je dat in 1795 met de Bataafse Revolutie verliezen dus die edellieden hun ambten. Dat betekent dus dat de broer van Bella van Zuiden van de ene dag op de andere een kwart van zijn inkomsten verliest. En dan zie je dus, na 1880 komt er dus een nieuwe landbouwcrisis, en dan zie je dat de pachten inzakken, terwijl de belastingen stijgen. Dus sinds 1880 krijgt de adel het financieel steeds moeilijker, en dan zie je ook dat ze gedwongen worden om kastelen te verkopen. Dus het ene kasteel na de andere gaat in de verkoop. Nou ja, soms slagen ze er dus in om zo'n kasteel als erfgoed te behouden door het in een stichting om te brengen, zoals bijvoorbeeld de Stichting Slot Zuilen, wat een museum is geworden. Ja, maar uiteindelijk werden ook de mensen, het geld kwam ergens vandaan, dat waren de boeren, de pachters. Ja. Die werden toch ook wel als eerste uitgeknepen. Nou, dus die boeren, inderdaad ongeveer de helft van een gemiddeld adellijk inkomen komt uit pachten. En je ziet dus ook dat er dus in perioden dat het heel goed gaat met de landbouw, dat boeren dat ook echt wel kunnen opbrengen. En dan heb ik dus ook een citaat van diezelfde Reinoud van Hede Ginkel, die dan tegen zijn rentmeester zegt van ja, die boeren die willen natuurlijk ook gewoon helemaal niet betalen, want ze zitten altijd te klagen dat het slecht met ze gaat. Ja. Maar ja, goed. Maar het was een feodaal stelsel. Ja. Kijk, het was natuurlijk zo goed, feodaal als juridisch begrip is natuurlijk allemaal wat ingewikkelder. Maar goed, je kunt dat inderdaad wel feodaal noemen in de zin van dat zo'n dorpssamenleving natuurlijk in hoge mate afhankelijk was van zo'n kasteelheer. En dan had je natuurlijk de ja, want de baron was toch de baas. De baron was, kijk. De burgemeester van het dorp had niks te vertellen. Maar de baron. De baron en iedereen moest natuurlijk wel keurig zijn pet afnemen. Ja. Bijvoorbeeld de toen in 1879 kwam er dus een nieuwe kasteelheer op Amerongen, want er was de hele tijd geen kasteelheer geweest. Dus de dames van Rhede die dus in Den Haag woonden, alleen zomers daar waren. Maar toen kwam er dus een nieuwe kasteelheer, de graaf van Altenburg-Bentinck. En die stond erop dat er dus echt weer discipline, en dat dus als de graaf voorbij kwam, dat het de hoed moest worden afgenomen. Of de pet, nee. Want hij droeg een hoed, zij droegen dus een pet. Verschil moest er zijn. En er staat bijvoorbeeld ook in Amerongen tegenover het kasteel. Dat staat ook als plaatje in het boek. Dat dus in 1919 de dankbare dorpsbevolking een lantaarn tegenover het kasteelhek schenkt. Nou, het is mooi. Ja. Maar dat is natuurlijk van familie tot familie verschillend. Hè? Je had dus families die dus echt zich verantwoordelijk voelden voor zo'n dorp. Hè? Dus bijvoorbeeld, de familie van Tuil van Serooskerke, die dus aan Westbroek en aan Zuilen
een gemeentehuis schenkt. En dat staat dus op die gemeentehuis nog steeds met een steen dat de douairière van Tuil van Seroskerke dat gemeentehuis heeft geschonken. Ja. Moesten ze natuurlijk ook wel heel dankbaar voor zijn, maar... Ja, kijk, en goed, het personeel werd natuurlijk niet riant betaald. Dus, kijk, je ziet bijvoorbeeld ook dat in dat na 1920 de adel het moeilijk krijgt om dienstbodes te vinden. Want die meisjes gaan liever in een winkel of in een fabriek werken, waar de lonen flink omhoog waren gegaan. En ja, dan gaan ze toch liever niet op het kasteel werken. Want ja, goed. Waar ze 24 uur per dag. Precies. Kijk, en je had sinds 1920 had je dus een 8-urendag. Dus ja, goed, in de fabriek op het moment dat het werk gedaan was, konden ze gewoon naar huis. Ja. En ja, en als het op het kasteel, als er dus s'avonds om 11 uur nog iets nodig was, een belletje. Ja. Dus dat wordt, en dan gaan die lonen omhoog na 1920. En dan wordt het dus steeds moeilijker om zo'n kasteel te runnen. Hm. Heb je het boek geschreven om de adel, het verhaal van de adel neer te kunnen leggen? Die mensen die er nog steeds, die zich van adel noemen, hadden behoefte aan een boek waarin hun leven en werkwijze en... enzovoort. En ja, dus werd het initiatief voor het boek is dus door de ridderschap genomen. Maar het is wel een onafhankelijk onderzoek. He, dus de ridderschap heeft geld in een fonds gestopt. En dat is ook met een ander project van de Duitse Orde, wat ik ook aan het doen ben. En ik ben dus als senior onderzoek aan de universiteit verbonden. Dus het is wel een onafhankelijk onderzoek. Er zit ook een begeleidingscommissie van wetenschappers in, waar de ridderschap ook in zit, maar en de Duitse Orde. Maar er zitten dus ook een aantal mensen van de universiteit. Nee, om ook de onafhankelijkheid van het onderzoek te bewaken. Je hebt het niet geromantiseerd allemaal. Nee, er staan dus ook, laten we zeggen, de verantwoordelijkheid van de slavernij staat erin. Verhalen over corruptie in. Ook over edelen die dus allerlei sprongen moeten maken over om onder de schulden uit te komen. Ja. Nou ja, het stuk over de Tweede Wereldoorlog, dat gaat over verzetsmensen zoals de familie van Tuil van Seroskerk op Zuilen, die dus die baron die dus als eerste aftreden is gedeputeerd omdat hij de Ariërverklaring in oktober 1940 niet... Maar goed, je hebt het dus ook over een Oostfrontstrijder, de Wijkersloot-Weerenstein. En een baron Wittert van Hoogland, die dus in 19... Die na de oorlog van de voorzitter van de Utrechtse ridderschap het verzoek krijgt om te bedanken als lid. Ja. En dan schreef hij van, ja, ik voel me niet meer welkom, ik wil geen lid meer zijn. Maar die had ook nogal tegen de bezetter aangeleund. Hey, die adel die wij dus nog kennen, die is uitstervende. Maar deze mensen, ze staan op een hele grote foto. Uitstervende, daar kun je ook wel weer een kanttekening bij maken. Kijk, het is inderdaad zo dat er sinds de Tweede Wereldoorlog niemand meer tot adeldom is verheven. Dus het aantal adellijke families neemt langzamerhand af. Maar het aantal adellijke personen blijft constant. Want, dus het blijft ongeveer op 10. En ze hebben dus relatief grote gezinnen. Ze hebben dus relatief grote gezinnen gemiddeld. En iemand die nu wordt geboren in zo'n familie, die mag die titel blijven voeren. Ja, ja. Dus dat kan nog heel lang duren. Dat maken wij niet meer mee, Tom. Nee. Dat de adel uitsterft. Het is zelfs zo dat er dus in Nederland een familie is. Niet een Utrechtse familie, maar dat is de familie van Limburg-Stierum. En die stamboom gaat dus terug tot de tijd van Karel de Grote. Dus dan heb je het over 1200 jaar dat het terug is. En ook huidige van Limburg-Stierums, die hebben weer zonen. Dus dat gaat voorlopig nog wel even door. Ja. Hebben de adel nog privileges? Geen formele privileges meer. Dus er zijn na Thorbecke zijn er dus een aantal privileges gebleven, zoals het jachtrecht, maar dat is in 1923 als adellijk voorrecht afgeschaft.
Maar goed, wat ik dus aan het eind van het boek schrijf, is de... Kijk, de adel heeft dus geen formele privilege meer. Dat is natuurlijk eigenlijk al grotendeels sinds 1850 het geval. Maar de feitelijke positie dat, nee, is nog heel lang heel sterk gebleven. Hè. Dus er is ook rond 1990, 2000 is er nog wel sociologisch onderzoek gedaan dat adel toch wel heel sterk vertegenwoordigd was, bijvoorbeeld in de top van financiële instellingen en grote industriële ondernemingen. Dat is de laatste 20 jaar sterk teruggelopen. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat bij de kredietcrisis van 2008... dat zelfs een aantal linkse critici van de adel, die daar dus in de jaren 60 heel kritisch over hebben geschreven, dat ze zo iemand dan bijvoorbeeld schrijft van, ja, nee, maar dit is toch wel... Die huidige snelle jongens van de Zuidas, hadden we die voorzichtige, verantwoordelijke, adellijke bestuurders nog maar. Huh? Is Ventenneuf van Vlissingen? Nee, is niet van adel. Nee. Boijmans ook niet dus? Nee. Maar die hadden wel heel veel geld. Ja, nee, maar kijk, er is natuurlijk voortdurend sprake van een bredere elite, die niet van adel is. Nou, dat zie je dus ook, dat er dus een strijd is tussen oud geld en nieuw geld. Maar dus, Ventenneuf van Vlissingen hoort natuurlijk wel bij oud geld. Ja. En je hebt dan natuurlijk die hele kring eromheen, wat je dan patriciaat noemt. En daarnaast heb je natuurlijk het nieuwe geld. De Ridderschap van Utrecht is natuurlijk echt inderdaad een traditionele mannenclub. Waarbij ze dus ook, nou ja, dat beschrijf ik in het boek ook, van het heeft functie vooral, ja, een netwerkfunctie en gewoon een gezelligheidsfunctie. En dan hebben ze nog altijd wel allerlei de dingetjes die ze dragen. Ja, nou ja, ze, dus op het moment dat... Dus ze hebben nog wel allerlei tradities. Ja, ze hebben allerlei tradities. Dus bijvoorbeeld tijdens de... Als er dan een nieuw lid wordt geïnstalleerd, wat zaterdag ook weer gaat gebeuren. Nou ja, dan krijgen ze dus een das uitgereikt. Zo'n speldje, een distinctieteken. Een distinctief noemen ze dat. En nou ja, goed. En dan is er dus altijd een... Voelen ze zich nog altijd de elite? Ja, daar is dus een. Er is ook een enquête geweest door de Nederlandse Adelsvereniging. En ook van, ja, er is wel een soort besef van. Maar dat is ook, dat wordt ook iedere keer verbonden met een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het noblesse oblige, adeldom verplicht. Ja. Dus het. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, dat blijkt dus ook uit die enquête, dat er dus ook steeds minder dat adel met adel trouwt. Maar die adel verplicht? Doen ze dat nog een beetje? Bijvoorbeeld de Duitse Orde is bijvoorbeeld ook zo'n club. Die geven nog altijd geld. Die geven geld aan allerlei goede doelen. En je ziet dus dat mensen van adel ook gewoon heel sterk vertegenwoordigd zijn in allerlei traditionele goede doelen instellingen. Zoals het Zoudenballenhuis en... bijvoorbeeld bij het Rode Kruis zijn ze ook altijd heel sterk vertegenwoordigd geweest. Dus dat zie je vooral in de 19e eeuw opkomen. Dat adel een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef heeft. Nou ja, goed, je kunt het ook op allerlei dorpsschooltjes zien. Het diaconessenhuis is ook door adel opgericht. Dat is ook nog steeds zo. Er is ook veel verdwenen in de zin van dat ze niet allemaal meer geld hebben. Ja, nou, er zijn er ook gewoon, die hebben nu waarschijnlijk een inkomentje ergens vandaan. Maar ja, niet, kijk, want heel veel huizen die zij hebben gehad, zijn er niet. Ja, dat wordt dus vanaf 1880 wordt dat steeds moeilijker betaalbaar. Een kasteel, alleen al om het te verwarmen. Bijvoorbeeld de huidige energiecrisis kan voor
adellijke bewoners nog weer een soort laatste klap betekenen. De verwarmingskosten. Nou ja, het fiscale klimaat is dus na 1880 steeds ongunstiger geworden. Kijk, dus tot 1878 hoefde je in rechte lijn geen successierechten te betalen. Dat wordt dan ingevoerd en die worden steeds groter. Dus nu zie je dat de meeste mensen van adel, ja, vormen dus een deel van de hoger opgeleiden. En dus kijk, het is niet altijd zo. Dus je hebt dus ook adellijke families. Hè, bijvoorbeeld een aantal takken van de familie van Heekeren. Dus je hebt dus de afstammelingen van. In de 19e eeuw had je een burgemeester van Heekeren, van Brandsenburg. Die ook op de sluis daar bij de Bemuurde Weert staat. En een ander was muntmeester. Nou ja, die zijn dus een paar generaties later zijn dus die afstammeling fabrieksarbeider. Waar in Utrecht en ook in de provincie, waar zien wij nog iets van de adel? Ja, nou ja, kijk, het meest zichtbare is natuurlijk de kastelen. En dus zoals Zuilen. Op Zuilen en Amerongen zie je natuurlijk heel mooi hoe zich de adellijke leefcultuur van de 18e tot van de 17e tot ver in de 20e eeuw zich heeft ontwikkeld. He, dus op Zuilen hebben tot 1952 heeft daar gewoon de familie gewoond. En op Amerongen heeft het zelfs nog langer geduurd. Dus in de documentaire die RTV Utrecht aan het maken is, komt er dan dus ook een mevrouw aan het woord die dus als kind op Amerongen is opgegroeid. Ja. Dus dat zie je, nou ja, verder zie je. En in de stad Utrecht? In de stad Utrecht zie je bijvoorbeeld heel mooi de fundatie van Renswoude. Dan zie je dus al die adellijke wapens. Dus door, waarvan ik dus net noemde, die man die vanwege het seksschandaal in 1730 politiek ten val komt. Wie was dat? Dat was Frederik Adriaan van Reede van Renswoude. En er was uit het huwelijk waren geen kinderen, niet zo vreemd gezien zijn geaardheid. Ja, hij was toch homo? Ja, dus hij, het was dus een homo-netwerk rond de Dom. Ja. Hij heeft de vervolging kunnen ontsnappen. Ja, hij heeft. En dat was dus degene die dus op het stadhuis vast zat. Die was dus die Barend Blomstaat. Die was dus gewoon heel boos over die klassejustitie. Ja. Dus hij is gevlucht. En toen is hij teruggekeerd naar Renswoude, waar hij zelf de rechter was. Dus, Maar het politieke carrière was voorbij. Maar dus zijn weduwe, die Maria Duis van Voorhout, die heeft dus haar aanzienlijke kapitaal aan die weeshuizen in Den Haag, Delft en Utrecht geschonken. Ja. En dan zie je dus in die prachtige gevel aan het eind van de Lange Nieuwstraat, zie je dus al die adellijke wapens. Dat was het weeshuis, hè? Ook gedeeltelijk. Dus naast het weeshuis zat in het huidige museum. Precies, Centraal Museum. Het Centraal Museum. En toen is dus dat grote pand. Dus ook, waar je vanuit de Lange Nieuwstraat. Waar je vanuit de Lange Nieuwstraat, maar ook die twee vleugels daarnaast. Dus de huidige fundatie en dan het kantoorgebouw van het Centraal Museum. Dat vormde dus de fundatie van Renswoude. En daar werden dus slimme weesjongens werden daar dus tot een landmeter of horlogemaker of zo. Maar het is nog steeds ingericht met een mooie ruimte, ja, waar het toch nog steeds bijeenkomsten plaatsvinden. Ja, je kunt het ook huren. Ja, nee, maar daar komen toch ook een adel bijeen? Of, Niet per se, nee. Daar niet, oké. Okay. Waar komt de adel nog wel bijeen? Nou ja, in Amerongen dus? Nou ja, je hebt natuurlijk die heerschapsvergaderingen. Maar goed, er zitten natuurlijk ook in allerlei besturen, zoals bijvoorbeeld ook het Zoudenballenhuis, zit dus ook nog steeds relatief veel adel. Maar het is de enige echte vereniging van waar de adel exclusief bijeenkomt, dat is natuurlijk de Ridderschap van Utrecht. Ja, en dan de Duitse Orde. Maar de Duitse Orde is niet specifiek Utrechtse adel. Nee, maar ook wel eeuwenoud in Utrecht. Zeker, sinds 1231. Ja. En het Duitse huis is nu weer tussen een aantal jaren weg geweest. Ja, want sinds 1995 zit Orde daar weer. Ja, en dat betekent iets voor Utrecht? Of? Nou ja, ze steunen dus ook bijvoorbeeld Utrechtse doelen. Nou ja, en kijk, dat ze daar teruggekeerd zijn betekent natuurlijk ook dat dat gebouw is behouden en dat het dus ook weer een oorspronkelijke functie heeft. Maar wel heel, een beetje verborgen. Hè? Ja, een beetje verborgen. Je kan er niet zomaar binnen. Nee, dat heeft Open Monumentendag. Hè?
dan is het een open. Dus de enige keer per jaar, geloof ik. Ja. Hoe lang heb je aan het boek gewerkt? Zes jaar. Het is een dikke pil. Ja, zes jaar. Ik heb er 6 jaar aan gewerkt. Ja, maar, gelezen. Ja, dus ik heb dus heel veel literatuur gelezen. Dus het is hoofdzakelijk gebaseerd op eerder gepubliceerd onderzoek. Nou ja, archeologische rapporten. Maar dus ook veel websites. Je hebt natuurlijk ontzettend veel informatie op websites. En daarnaast aanvullend archiefonderzoek. Met name in het archief van de ridderschap vanaf 1850. Ja, het is een mooi boek geworden. Dankjewel. Inderdaad, veel plaatjes. Ja, nou, ik heb dus... Maar dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ook heel veel tekst. Ja, ook heel veel tekst. Ja. Het is 544 bladzijden, dus het is nogal wat. Ja. Maar dus het zoeken van de plaatjes heb ik zelf ook gedaan. Ik heb zelf de beeldredactie gedaan. En dat was echt ontzettend leuk. Ja. Heb je zelf nog een conclusie aan het boek gemaakt? Ja, dat is wel dus een... Wat is jouw belangrijkste conclusie als het gaat over de adel van Utrecht? Nou, dat het dus een... Dat je dus vanaf de 5e eeuw kun je dus eigenlijk wel constant een erfelijke elite aanwijzen die een belangrijke rol in de samenleving vervult. Die rol is niet altijd gelijk. Er is een soort golfbeweging van de adel die wordt machtiger, maar ook de adel verliest aan invloed. En je ziet ook in een wisseling in families, waarbij dan eigenlijk de familie van Hardenbroek de grootste constante is. Daar hebben we het mooi. Ja. Afgerond. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan.